Rintje is voor kinderen in Nederland een heel bekende hond en geliefde hond, omdat hij 10 jaar lang elke week op de achterkant van de krant stond er een illustratie met een verhaal van Rintje. Dat betekent dus dat heel veel kinderen dat elke week voorgelezen kregen. Toen is de uitgeverij Querido heeft daar verzamelbundels van gemaakt, een aantal. Inmiddels denk ik 8 jaar geleden is er toen een proefanimatie gemaakt om dit hele project van de grond te krijgen. Ik geloof dat we eigenlijk al terug moeten gaan naar 2006. Dat is ook de tijd dat wij kennis hebben gemaakt met Siep. We zijn ook een aantal malen bij hem thuis geweest. En we hebben natuurlijk zitten praten over hoe moet Rintje, hoe moet hij er nou uitzien? En hij vond het verschrikkelijk belangrijk dat hij een stof en uiterlijk zou krijgen. Het moest een tastbaar karaktertje zijn. Vandaar dat hij ook zo eruit gekomen is. Ongeveer 1,5 tot 2 jaar geleden werden we gecontacteerd door een Vlaams productiehuis in dit geval, Private View. Met de vraag of we een Rintje nog eens wilden oppikken. We hadden zoiets van oké, we willen dat doen, maar dan willen we er wel zelf onze draai aan geven. We hebben in het begin ons zoveel mogelijk proberen te verdiepen in het universum van Siep. We zijn verschillende keren met Ton samengezeten om die verhalen te lezen, om te vertellen, om tekeningen te bekijken. Er zijn van Siep duizenden illustraties. En dat heeft ons dan geholpen om die vertaling te kunnen doen van 2D naar volgende. Wat voor mij het leukste is aan dit project, is dat we van in het begin eigenlijk alles hebben zelf gemaakt. Dus ik kwam hier toe en er was eigenlijk niks behalve de boeken, wat dat al veel is. En we hebben dan schetsen gemaakt, alles in maquettekarton en dat was eigenlijk heel tof. Het was heel moeilijk om überhaupt de omgeving te maken waarin Rintje, een reële omgeving waarin hij leeft. Er zijn een deel sets die niet getekend waren. En omdat Siberis jammer genoeg niet meer is, konden we het ook aan hem niet meer vragen om ze te tekenen. Dus hebben we er zelf een invulling aan gegeven. Ja, opvallend en grappig is natuurlijk eigenlijk dat Rintje doet, en zijn vriendjes ook en zijn moeder ook, doen allemaal mensen dingen, maar op een hondenmanier. Dus wij moesten steeds nadenken, als Rintje eet, gaat hij dan aan tafel zitten? Gebruikt hij mes en vork? Nou ja, dus dan was het ja, wel aan tafel, maar geen mes en vork. Waarom? Geen idee. Maar dat was dan gewoon de afspraak. Of slaapt hij in een mand of slaapt hij in een bed? Nou ja, allemaal dat soort dingen moesten we bespreken. De hondenwereld verplaatsen, of ja, omwerken naar een mensenwereld. En het moeilijkste was dat Siep elke ruimte bijvoorbeeld, een slaapkamer of een woonkamer, altijd anders tekende. In elk verhaaltje, in elk boek, zag dat er compleet anders uit. Dus wat we dan gedaan hebben is alle voorwerpen, alles ingescand en dan alle voorwerpen, meubels, gegroepeerd per map. Bijvoorbeeld alle staande klokken in één map. En dan daar zo elementen uitgehaald en één generieke klok mee proberen maken. Heel veel dingen zijn niet in de boeken terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld hoe de huizen en het dorp eruit zien. Sowieso is niet zo heel erg duidelijk of Rintje nu waar hij precies woont. Aan de rand van het dorp, in het dorp. Dus dat hebben ze voor de film moeten afleiden uit enkele tekeningen waar wat huizen op te zien zijn. En ik denk dat dat heel goed uitgevallen is. Het huis van Rintje heeft de kleuren van Rintje en het karakter van Rintje. Henriette heeft een beetje een vrouwelijk huis. En Tobias heeft een huis van Rem Tekkelhaas, een hele beroemde architect. Die gespecialiseerd is in het maken van langwerpige huizen voor zijn soortgenoten. Rintje, kom je even helpen? Ja, mama. Oh! Ja, Rintje is een character, een hondje, een fox terrier. En het is gemaakt naar zijn echte hond, Rintje. Aandacht, aandacht. Circus Rintje is in de stad. Rintje heeft zijn eigen wereld. Het is een hele lieve, overzichtelijke wereld met een hondje als hoofdpersoon. Maar dat hondje heeft een moeder, een hele lieve moeder die voor hem zorgt. Hij heeft 2 hele goede vriendjes. En zij drieën zijn zowat de 3 musketiers. Maar ze moeten naar school gaan en daar maken ze dingen mee. Ze gaan bij elkaar spelen. Het zijn heel leuke, positieve verhalen. Later ga ik bij het circus en dan krijg ik elke dag applaus. Rintje is heel lief, vriendelijk. Hij is ook wel pinter. Hij heeft misschien 1 slecht kantje. Hij weet het altijd wel een beetje beter dan zijn vriendjes. Maar op het eind van de rit zien zijn mama heel erg graag. Ik speel Henriette. Dat is een van de vriendjes, een vriendinnetje van Rintje. En het is een meisje.
Meestal in positieve zin, maar ze heeft wel wat kleine kantjes. Soms een beetje bazig en soms een beetje ijdel of ja, een tuttebel type. Dus jullie durven in die boom daar te klimmen? Ik speel Tobias, dat is de beste vriend van Rintje en dat is een ja, iets wat schattige, onschuldige hond die niet altijd de beste ideeën heeft. Oh-oh. Hoger, hoger. Ga jij maar. Ik vind het wel hoog genoeg. Die hebben een heel verschillend karakter. En toch komen ze heel goed overeen en maken ze heel veel leuke avonturen mee. Kom. Mijn pootjes doen het niet meer. Je moet me dragen. Niet doen, Rintje. Straks vallen jullie en dan heb ik geen vriendjes meer. Ik weet hoe we jou naar beneden krijgen. Het basisthema van Rintje is vooral gaat over vriendschap en hoe je je moet gedragen in de wereld. Familie, thuis zijn, gezellig. Ruzie ook wel, ruzie en oplossen van ruzie, conflicten. En uiteindelijk kiezen ze altijd voor elkaar en steunen ze elkaar. En dat is eigenlijk denk ik de kern van waar Rintje om draait. Nu krijg ik 100.000 lekkere kluiven. Die zijn voor mij. Ik ben boven in de boom geweest. Ja, maar jij durfde niet meer naar beneden. We deden in de boom klimmen, niet eruit klimmen. De verhalen van Rintje zijn grotendeels gebaseerd op de boeken. Dus verhalen die Siep geschreven heeft. Die verhalen zijn onder andere gepakt door een Nederlandse scenariste, Mieke de Jong. Dat was een goudmijn. Daar mocht ik, dat mocht ik allemaal lezen. En daar hebben we een keuze uit gemaakt. 26 verhalen uitgekozen. Wij hebben daar storyboards van laten maken. Dus die verhalen worden, die scenario's worden uitgetekend. Vakje per vakje, shot per shot. Die tekeningen die worden ingescand en die worden op een tijdslijn gezet. In dit geval zijn de afleveringen van 5 minuten, dus een tijdslijn 5 minuten. Al die tekeningen gaan erin. En zo krijgen we wel een beeld van wat we aan het maken zijn. We zetten daar ook al een stem op. In dit geval is dat de stem van Tom. Hij kent dat universum door en door. Als hij op scène staat, doet hij ook hij alleen al die personages. Dus hij heeft voor ons ook al die stemmen zo ingesproken, zoals alle karakters zijn. Nu ben je zo zwaar dat je nooit meer weg zult waaien. Ho. Dan gaan we nu spelen. Jippie! Ja, de animatics vind ik heel belangrijk om te gebruiken. En dat geeft ook al direct een idee van hoe zit de flow van het verhaal en de snelheid eigenlijk vooral. Leuk dat jij komt logeren. Dit is Tobias en ik ben Henriette, de beste vriendin van Rintje. Ja, Henriette is eigenlijk de lastigste pop geweest. Omdat die heel pluizig is. Die heeft heel veel haar, wat dat dus verschrikkelijk is in stop-motion, want dat beweegt allemaal. En die hebben heel hard gezocht naar welk materiaal het dichtste bij de tekeningen ook komt, van hoe schattig dat die ook wel is. We hebben nog geprobeerd om een model te maken, hè, zoals dit. En dat hebben we dan afgegoten, zodat het een flexibel huidje was. En dit kunnen we dan schilderen. En dit is door een animator natuurlijk makkelijk te pakken en valt elke keer weer terug in de vorm. Maar het gaf niet de stijl die we nodig hadden. Dus we zijn uiteindelijk toch gezwicht voor dit. Ja, en het heeft wel wat kopzorgen veroorzaakt in België waar het dus opgenomen wordt. Harriet is niet mijn favoriete personage. Het haar van Harriet is echt zeer beweeglijk. Het minste dat je daar per ongeluk aankomt aan die vacht, dan is dat ineens zo'n gigantische beweging. Dus we moeten altijd heel hard oppassen waar dat we die vastnemen. Dat het de haren niet te veel bewegen. Doe je mee? Spelen? Ik zei het toch? Hij zegt niks. Het ding dat gezegd wordt dat de stop-motion animator is eigenlijk de acteur. En je steekt eigenlijk je prestatie in de poppen. Dus je zei eigenlijk elke pop die op beeld staat, dat is allemaal diezelfde animator dat dan zich inleeft in dat personage. Ik sta hier heel vaak voor mijn bureau een beetje die personages na te doen. Die truttige accenten van Henriette bijvoorbeeld, die sta ik hier vaak na te doen. Eigenlijk zijn we een beetje de acteurs van alle personages. Dus iedereen legt daar sowieso iets anders van zichzelf in. En dat zijn kleine ja, gezichtsuitdrukkingen, de manier waarop we wenkbrauwen gebruiken of lichaamstaal, dat verschilt altijd een beetje. Maar dat is ook wel heel leuk, dat je daar je in kunt inleven. En nu lekker gaan slapen, want de tandenfee komt alleen bij slapende honden. Wanneer alles geanimeerd is, dan gaan wij al onze beelden
in postproductie steken. In het geval van Rintje gaan we die met door een Vlaamse cast laten inspreken en door een Nederlandse cast voor de Nederlandse zender. Ja, de eieren zijn klaar! Wat leuk is en wat zelfs magisch is om zo'n personage plots echt een ziel te geven, want dat is wat die stem doet, vind ik. Is dat je plots een personage echt maakt met die stem, helemaal afmaakt. En dat doe ik heel graag als acteur. Deze is voor oma, deze is voor mama en deze is voor mij. Ja, zo een stem inspreken, het is heel anders, vind ik, van gewoon acteren, omdat je moet met van alles tegelijk rekening houden. Er is een soort aftelklok in je koptelefoon die je vertelt wanneer je moet beginnen spreken. We durven wel, maar honden klimmen niet in bomen. Die hondjes zijn mond beweegt ook, dat moet ongeveer kloppen met wat jij aan het vertellen bent. En dan moet je ook nog eens zorgen dat je stem niet de stem van Kabouter Wesley wordt. Dus dat zijn voor mij heel veel dingen om tegelijk op te letten. Ga jij maar. Ik vind dit wel hoog genoeg. Ik vind dat heel leuk. Ik vind het echt heel fijn om te doen. Misschien ook omdat het mij een beetje terugbrengt naar mijn eigen kindertijd. Omdat ik natuurlijk ook veel voor tv heb gezeten en veel reeksen heb gezien. En ik vond animatiereeksen ook altijd het leukste. Niet doen, vriendje. Straks vallen jullie. En dan heb ik geen vriendjes meer. Ga jij maar eerst. Oké. Oh. De grote kracht van Rintje voor mij is naast aantrekkelijke, spannende verhalen, is dat de beelden zo prachtig zijn. De insteek is steeds geweest een hele lieve serie, een geruststellende serie. Een wereld creëren waarin niet alles perfect is, maar het wordt allemaal opgelost. Ik denk dat heel goed is aan Rintje is het tempo. Hier is er tijd om je in te leven in die weinige personages die er zijn. Zo, dus het creëert zo een eigen cocon, een eigen wereldje, die je niet zo snel ziet in andere reeksen. En wat ik ook altijd tof vind in die verhalen van Siep, is dat het is allemaal heel lief en schattig, maar af en toe zit er een keer wel een stout kantje aan. En dat is wel plezant. Oei, mijn tand staat los en wat gaat er nu gebeuren? En mama wil helpen en wil die tand er natuurlijk uittrekken. En dat wil je absoluut niet als kind. En dat soort van leuke situaties, die beleeft Rintje ook. En ik denk dus dat kinderen zich daarin zullen herkennen. Ja, het doet mij denken aan toen ik zelf klein was en toen ik zelf in problemen geraakte. Op speelse manier natuurlijk. We hebben dat echt gemaakt. Alles aan Rintje is gemaakt. Kijk, al die texturen, die poppen hebben texturen en er zit gewoon heel veel levendigheid in. En ook het fysieke vind ik er heel leuk aan. Het is tastbaar. Ik kan het eigenlijk zien als knuffelbeesten die tot leven komen. En ondanks het feit dat dat kinderverhalen zijn, dat wij er als volwassenen een andere keer gezien hebben, ook nog soms echt met toeliggen met de manier waarop dat dingen of geanimeerd zijn of dat de verhaaltjes een draai of een twist krijgen. Dus dat, ik denk dat het voor volwassenen ook zeker interessant kan zijn om die 5 minuten even uit te kijken. Dank u.